gedachten. Ja, ja. Goedenavond, amateurs. Ik heb hier twee stations ontvangen. Dat is de huismus en de slinger uit de Honnekerwaard, volgens mij. Als ik het allemaal goed zo plat allemaal even nog onthouden heb. Beide hier redelijk ontvangen. De huismus met stereo en RDS. De slinger alleen met tuned, dus geen stereo, geen RDS. Beide goed ontvangen. Ik weet niet wie er zo dadelijk als eerste in schakelt. Maar schakelt de huismus zo dadelijk als eerste maar in als die... Die in ieder geval dit signaal ontvangt. Daar sta ik volgens mij redelijk heen. Dus. Aan deze kant de zuidwesten vanaf de omgeving. Jouw redding. Ik zit hier met een achterelement op een meter of 44 hoog. En 100 watt onderaan de coax, hè? Dus. Dat is zo'n beetje. Ik luister graag eens en ik zal de doorgang niet te gek lang maken. Want. Hetzelfde komt nergens door, hè? Nou, klein stukje lawaai en dan luister ik er nooit wat ergens arriveren mag. Dus aan deze kant even de zuidwester, even voor de huismus en de slinger uit de onderkruwaan, als ik het goed heb. Dus, nou, stukje lawaai. En dan 0 seconden van het pleurwerk aan deze kant. Goeiedag. Jij mij daar toestaan, is onze liefdespel geweest. Jij ging ver van mij heen, ik voel mij zo alleen, is het dan nu voorgoed voorbij? Rosalien, als ik weer denk aan jou, dan breekt mijn hart in twee. Waarom ben je weggegaan? Ja, waarom liet je mij alleen? Rosalien, is er voor ons een nieuw begin niet meer in zicht? Of blijft jouw hartje voorgoed voor mij dicht? Ik weet er alles van, jij houdt van iedere man die maar een keertje naar je lacht. Jij bent niet meer van mij, daarom ben jij nu vrij om met een ander mee te gaan. Rosalien, als ik weer denk aan jou, dan breekt mijn hart in twee. Waarom ben je weggegaan, ja waarom liet je mij alleen? Der Kutscherjubel ist mein Freund zu jeder Zeit. Olale, Uri, 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 olale, Goedenavond, wederom amateurs. Dit is even de Zuidwester vanaf de omgeving Joure. Voor een tweestadstations. Ik heb de slinger ontvangen en ik heb de huismus ontvangen. Beide hier ruisvrij ontvangen eigenlijk. Hè? Dus komt allemaal goed binnen. Ik heb, ik denk van de slinger had ik aan 20 dB. De huismus heb ik zo snel de afstemming niet bekeken, maar die kwam met stereo en RDS binnen. Dus dat. Is ook wel goed, hè? Ja, markeer het niet aan. Ik hoorde de buurman ook nog, die zit hier op, wat was het? 85,8. Die Arbeit dir dann leichter schafft und
nach der Arbeit, da 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 da. Und nach der Arbeit, da 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 da. Singen wir froh, dann unser Lied. Und das Kind singt wieder mit. Oh. Nou, amateurs, schakel maar in, ik luister. Dit was even het Westen. Goeiedag. Es ist so schön. Oké, goedenavond. De zender Snagger vanuit Lopikerwaard. Van deze kant de zender Juliet Sierra. Even kijken of we wat andere muziek hebben. Beetje last van instabingen, helemaal goed. Waarschijnlijk mengpaneel, hè, dat een beetje de ellende veroorzaakte. Dus goedenavond, de zender Slinger vanuit Loop-Pikkerwaard. Dit is de zender Juliet Sierra, Midden-Nederland, voor jou in de richting Noord. Dus dat gaat de goede kant op, hè. Vooral van deze kant 10 watt. En dat gaat in de 5 elementje richting het zuiden ongeveer, hè. Het signaal komt prima door hier zo. Komt hier 40, 42 dB binnen. Uitstekend signaal hier, hè? Ja, ik heb de antenne nog niet richting Noord gezet, dus ik zou zo meteen eventjes een slinger aan het apparaat geven om even te kijken of daar nog wat te horen is. Ik sta precies natuurlijk met de achterkant die kant uit, dus vandaar dat ik het allemaal niet hoor, hè? Goed, oké, ik luister nog even uit en dan ga ik even de andere kant uitdraaien met de antenne. Dus ik luister nog één keer even uit richting de Lopikerwaard. En dan ga ik even de andere kant uit luisteren. Oké, nou, 10 seconden voor de plug hier. Het is allemaal nog handmatig hier, dus het gaat allemaal niet zo automatisch. Goed, 10 seconden voor de plug en dan ga ik weer blazen. Een lama en een tweeling in pyjama. En als dat niet te vast door is, die er met een vrouw van door.